is een oude kip van ons. Ook een beetje een zielig kammetje. Echt geen eieren meer, waarschijnlijk niet meer. Jullie zitten altijd een beetje te chillen. Hij is al net keurig netjes hier. Zodat hij niet bij de plantjes. Of op de plantjes. Wel tussen de plantjes. Dus het tuinontwerp is behoorlijk kipproof en kipvriendelijk. En eendvriendelijk. De plantjes doen het gewoon goed. En kippen die kunnen weinig schade aanrichten. Kijk, daar weer een witte kip gevonden. We zitten heerlijk in het bos. Zoek naar eten. Beestjes, wormpjes. Zit ook gewoon vaak gewoon onder de rode dendrons. Kijk, hebben ze allemaal een beetje omgespit. De haan die zag ik vandaag op de kippen. Dus dat wordt een hele leuke kruising. Nou, hier is de haan. Mooie haan. Deze haan hoort eigenlijk gewoon bij het bruine legkippenras. En nu met deze witte kippen wordt het een hele leuke combinatie. Deze kuikens ga ik ook verkopen in de toekomst. Nou, bedankt voor het kijken. Dat waren onze kippen.